water wat ik wilde bevissen stond vol met waterplanten. Dus ben ik uitgeweken naar de plas uit aflevering 1. Vroeger dan de bedoeling was, want het is nog steeds warm en de luchtdruk is hoog. Maar ja, ik sta open voor verrassingen. Waarom niet? Ik ben er klaar voor. Wat ik daar nou beet? Nou, dat zou dan binnen 5 seconden zijn of zo. Ik wou zeggen, ik ben er klaar voor. Allebei de hengels liggen in het water. Links op de voerstek, beaasd met mais en een brokje. Rechts, zomaar ergens in het midden, met een zwerfkorf en prokkelvietmaden. En de maden deze keer samen met een brokje aan de haak. Ja, ik heb beet. Nieuw record. Vis binnen 5 seconden op de prokkelvietmaden met het brokje. Zo ziet de aasuitbinding eruit op de hengel met de zwerfkorf. Een nieuw brokje, gaatje ingeboord, smelt heel erg snel. Dan zit je natuurlijk wel met de her, die een beetje in de weg zit. Maar ik hoop eigenlijk dat het de kleine vis een beetje tegenhoudt. We zullen het zien straks. Ik ben een kwartiertje aan het vissen en het begon op de rechterhengel, maar nu is de linker ook mee gaan doen. Ze staan gewoon niet stil. Maar ik haak niet veel. 2 kleine visjes tot nu toe, vorentjes. Dus het is weer net als de vorige keren. Ik moet hier echt proberen om door die kleine vis heen te komen. Zo krijg ik hier mijn maden terug. Kan je nagaan hoe klein die vis is. En ik heb er, even kijken, 8 vorens, waarvan 7 op de maden en eentje dus op de voerstek met mais. Met die maden, het maakt niet uit waar ik ingooi, ver weg, dichtbij, links, rechts, ze duiken er meteen op. Al die kleine visjes, want mijn schepnet is nog steeds droog. Die grote vis, die krijgt gewoon geen kans. Deze laat ik even zien. Mooi rietvorentje, ben ik gek op. Op de mais trouwens. Er staat 10-2 voor de maden. Ik ben inmiddels 2 uur aan het vissen en over de aantallen zal ik het maar niet hebben. Het is weer zo'n vorentjesvast festival geworden met tot nu toe maar 1 schepvisje. Maar goed, hoe zit het met de prokkelviet? Nou, ik denk dat ik nog maar een paar honderd variabelen op moet lossen en dan kom ik een heel eind. Ondertussen, het vertrouwen groeit wel. Ik ga weer verder. Geworden. Gewoon niet normaal. Dit is ook precies de reden waarom ik geen wedstrijdvisser ben. Dit is toch geen doen? Achter elkaar vis binnenhalen, haakje eraan, haakje eraf. Er gaat dus wat mis, er zit dus wat in de klit. En dan staat er alweer een hengel te rammelen. Dit is gewoon pure stress. Dit is werken. Ik ga volgende keer toch maar een beetje verder van huis vissen.
waar wat meer kans is op grote brasem. Want hier is het zomervis, ja, nou ja goed, je hebt het gezien als je de serie gevolgd hebt. Alleen maar kleine vis vangen. Een nieuwe stek voor de verandering. Ik heb hier ooit eerder gevist op roofvis en dat was geen succes. En toch zit er witvis. Want de afgelopen maanden zat het hier vol met aalscholvers. Op elke paal stond er wel één. Nou, vandaag maar eens proberen dan wat er overgebleven is aan witvis. En dan vooral van de grotere. Eerste visje laat ik altijd even zien. Nou, binnen 5 minuten zeg maar. En natuurlijk op de prokkelvietmaden. Ik had het nog niet gezegd. Of de eerste plat gepeld zich. Leuke vis. 57 centimeter. Ik ben een ruim een uur verder en ja, tot nu toe alleen maar een verdwaalde brasem op een maisbrokje. Op de andere hengel gaat het weer net als op het kanaal aan één stuk doorbeet van kleine vis. Allemaal vorentjes. Het is net zeevissen. Na een tijdje wordt dat getril zat, dan haal je eens binnen en dan hangt er weer zo'n postzegeltje aan. Nou ja, ik blijf toch 1,5-2 uur zitten, dus wie weet wat er nog gebeurt. Toch nog een kleine brasem op de maden. Hij mag snel terug. De accu van mijn camera wordt slecht, dus ik ga weer verder met de actioncam, waarvan het geluid niet zo geweldig is, maar ik heb niet anders. Ik heb tot nu toe 1 fatsoenlijke aanbeet gehad op de mais met het brokje en dat moet beter. Dus ik blijf nog een uurtje en dan ga ik het even proberen met mais die een prokkelvietdip heeft gehad. Ik hoop dat het uitmaakt. Ik hoop dat dit te verstaan is, want ik ga de video afsluiten. De linkere hengel lag, zoals bijna altijd, op de voerplek, beaast met een maisbrokje. En hij heeft 1 mooie brasem opgeleverd. En verder eigenlijk niks. Ook niet na een prokkelvietdip. Rechts daarentegen heeft ze best gedaan met de prokkelvietmaden. Alles bij elkaar, even nadenken. 4 kleine brasems en een stuk of 30, 40 misschien wel
vorentjes. Niet groot, maar genoeg om je bezig te houden. Nou, ik weet niet wat ik aan moet met deze stek. Ik kom nog wel een keer terug. Maar dat zie je dan de volgende keer wel. Tot dan. Vanaf morgen ga ik de dosering van Procovit een klein beetje aanpassen. In plaats van alle maden. In de Procovit te laten kronkelen. Ga ik nu alleen het haakaas een dagje in de Procovit dopen. Voor de mais ben ik weer terug bij de witte Procovit. En in principe geldt hiervoor hetzelfde. Alleen het haakaas krijgt een dip, maar nu op deze manier, in het nat van de zoete mais en een avond van tevoren, in plaats van dat ik tijdens de visdag de mais in de poeder drukte. Ik hoop dat dit beter werkt. Na een beetje roeren ziet het er zo uit, maar ik ben vooral benieuwd hoe het er morgen uitziet en of de textuur gehandhaafd blijft. Oftewel, is de korrel straks nog sterk genoeg om aan een her te bevestigen. We zullen het morgen weten. Het is lekker weer om aan het kanaal te gaan vissen. En dat is dan ook precies wat ik ga doen vanmiddag. Let the fun begin. Binnen een minuut de eerste vis. Een mooie schep voor hem. Op de Procovit laden. Echt binnen een minuutje. Even een tussenstandje na een kwartier vissen. Ik heb voortdurend beet op de maden. Die liggen in de vaargeul. Maar ik heb er kort één kunnen haken, die heb je gezien. En op de mais heb ik nog helemaal niks gezien. Ik ga verder. Nummer 2, direct erachteraan. Ook op de maisbrok. Thank you.